Op 5 mei 1945 vierde Nederland de bevrijding. Maar voormalig Nederlands-Indië was nog bezet door Japan. Pas op 15 augustus, kort na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, capituleerde Japan. Daarmee kwam officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Sindsdien herdenken we op 15 augustus alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De nabestaanden dragen dan de Melati, de Indische jasmijn, als nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven. Tijdens de Japanse bezetting hebben miljoenen mensen zwaar geleden onder de terreur. Honger, vernedering en onmenselijke dwangarbeid. Dat waren enkele van de ontberingen waar de gevangenen in de Jappenkampen aan bloot stonden. Maar de hele dag in de zon staan, dat vonden velen nog het ergste. In de jaren die volgden op de Japanse capitulatie vertrokken velen in grote passagiersschepen naar Nederland. Veel Nederlanders met wortels in voormalig Nederlands-Indië en Indische Nederlanders vestigden zich ook hier in Ede, wat een enorme culturele verrijking betekende. Later volgden de Molukkers die in Lunteren hun leven moesten oppakken. Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat aan die lange dagen in de zon een einde kwam. Maar zo indringend als de zon brandde op de schouders van de gevangenen, zo indringend zou de oorlog doorklinken in hun leven en in dat van hun kinderen en hun kleinkinderen. Daarom zijn herinneringsplekken belangrijk. Plekken, monumenten waar de geschiedenis en verdriet samenkomen. In Ede was er nog geen herdenkingsplek voor de bevrijding van Nederlands-Indië. Wel hingen er op 15 augustus vlaggen op de torens. Het is de bedoeling dat er in 2021 een Indisch monument komt op deze plek. Een herinneringsplek waar een ieder met een Indisch verhaal terecht kan om te herdenken, te reflecteren en te verwerken. Daarop vooruitlopend is er nu alvast een palm geplant met een herinneringsbord. Hier in het Memorial Park aan de Vossenakker. Zo kunnen we samen stilstaan bij wat er is gebeurd, emoties delen. Om dan samen het pad naar de toekomst in te slaan, hoe moeilijk dat soms is. Ieder jaar herdenk ik 15 augustus vanwege de nagedachtenis, ook respect voor de slachtoffers daar. En ook vanwege mijn familie die daar heel veel ellende hebben meegemaakt. Daar doe ik het voor. Die datum is belangrijk omdat in mijn familie mijn grootvader in het Jappenkamp heeft gezeten tijdens de oorlog. En er helemaal niet over gesproken werd, want zoals in veel Indische families hadden ze bij ons ook last van het Indisch zwijgen. Dus ik vind het belangrijk om daar nu wat meer bekendheid aan te geven voor de volgende generatie. Mijn vader die is 12 jaar in Indië geweest. Die heeft dus heel wat meegemaakt. Voor hem was het altijd heel moeilijk met bevrijdingsdag. Dat deed hem dus helemaal niks. Want dat heeft hij natuurlijk eigenlijk ook al niet meegemaakt. Want toen zat hij dus in het oerwoud bij die Burma spoorweg. Maar 15 augustus was het wel een datum waar hij dan zelf altijd wel even stil bleef staan. Alleen, ja, dan was dan verder niks of zo. En nu hebben ze dus wel een monument dat ze zeggen van, kijk, dat is van ons. En daar kunnen wij 15 augustus mooi naartoe gaan. Ze hebben gestreden voor Nederland. Voor het Koninkrijk, daar ging het dus om. En dan vind ik ook dat dat monument moet er gewoon komen ten dagte van alle slachtoffers. En die de oorlog daar toen hebben meegemaakt. En ook uit respect voor de nabestaanden. 5 mei, zoals in Nederland, zegt voor ons eigenlijk niet veel. Want wij zaten dus in het andere kant van de wereld. En daar is 15 augustus, toen was de oorlog eigenlijk ten einde. Die datum mag natuurlijk niet vergeten worden. Ik bedoel, denken, herdenken, we moeten blijven herdenken. Voilà. Dat het niet meer weer gebeurt. Ik vind dat je iedereen moet herdenken die voor ons gevochten heeft of gevangen heeft gezeten tijdens de oorlog. Dat vind ik heel belangrijk. Dat moet je nooit vergeten. Dankzij hen hebben wij onze vrijheid.